wonen en hij volgt de zaak. Frank, ik zie mensen achter je staan van de Fortuna supporters van TOF. Dan neem ik aan dat het korte ding al voorbij is nu. Ja, het korte ding is zojuist beëindigd. Alle partijen, de KNVB en Fortuna Sittard, hebben hun zegje gedaan. Over een week zal de uitspraak zijn. Echte nieuwe dingen zijn niet aan het licht gekomen vanmiddag. Maar Fortuna Sittard heeft dus voornamelijk op de formele gronden gewezen. De voorwaarden van de licentie, terwijl ik nu nog wat spandoeken hier om me heen krijg. Laten we even luisteren naar de advocaat van Fortuna Sittard. Want er was toch wel echt sprake van bijzondere omstandigheden afgelopen jaar. En dan doelt hij op de fusie met Roda die uiteindelijk niet doorging. En de gesprekken over de voorgenomen fusie lieten zich niet rijmen met gesprekken over de verlaging van de huur van het stadion. Al was het maar omdat niet eens zeker was of de fusieclub die zou moeten ontstaan in dat stadion zou blijven spelen. Sterker nog, het was onwaarschijnlijk dat hij in het stadion zou blijven spelen. En dan kijkt een verhuurder van het stadion toch iets anders aan tegen nieuwe huurafspraken. Ook gesprekken met sponsors, waaraan ook in diezelfde brief van 6 oktober wordt gerefereerd, konden na de aankondiging van de fusieplannen niet op dezelfde voet worden voorgezet. Het vragen van een sponsorbijdrage voor een fusieclub is een hele andere propositie dan het vragen van een sponsorbijdrage voor Fortuna op standalone basis. Frank, de advocaat kwam met een heleboel punten. Hoe reageert de KNVB erop? De KNVB zegt eigenlijk dat het plan van aanpak niet is ingediend. Daar beroept de voetbalbond zich de hele tijd op. En ook op de afgelopen jaren dat Fortuna Sittard toch telkens een negatief bedrijfsresultaat heeft geboekt. Kortom, de KNVB zag dus geen toekomst meer voor de club. Zo zei de advocaat van de voetbalbond zojuist. Het laat zien, en dat is verdrietig om te constateren, maar wel de realiteit, dat Fortuna niet in staat gebleken is om een gezonde betaald voetbalorganisatie in stand te houden die ook een financiële gezonde structuur voor de toekomst heeft. Ondanks saneringen, schuldsaneringen die in het verleden hebben plaatsgevonden, is het negatieve vermogen inmiddels opgelopen tot circa 12 miljoen euro. Ja, de rechter moet zich daar nu over gaan beraden. Zijn de supporters achter jou optimistisch, Frank, denk je? Ja, ze zijn toch redelijk optimistisch. Ze zijn niet voor niks natuurlijk uit Sittard hier naar Utrecht gekomen met een man of 100. En ook de raad van commissarissen en trots op Fortuna waren toch wel positief gesteld. Maar goed, uiteindelijk zal de rechter het besluit moeten nemen en dat is over exact 7 dagen. Nu wordt er al een klein feestje gevierd door de Fortuna-fans, zie ik. Maar of ze over een week nog kunnen juichen, ja, daar kan ik het antwoord niet op geven. Dan weten we dan pas als de rechter dus uitspraak zal doen. Oké, Frank vanuit Utrecht, bedankt. In Reuver is een 10-jarige jongen omgekomen bij...